Moe. Goedemorgen, zondagmorgen. Vandaag konden we uitslapen, want in plaats van dat de programma begint om 8:15, begint het programma om 8:15. En in plaats van dat het programma begint met de prayer, de kerkdienst, begint het programma met het ontbijt. En daarvoor kan je maar beter iets te laat komen, want die is om 8:15 ook echt nog niet open. En er zijn veel mensen die ontbijt willen. Gisteravond gingen er veel mensen naar huis, dus deze morgen zijn er minder mensen. We gaan kijken wie er nog over is voor de fun. Wat zou het ontbijt deze morgen zijn? Chocomel, broodje, boter, chocolaatjes. De chocomel was niet meer warm. Het ontbijt was oké. Kinda same thing every day. Maar was lekker. Er is van genoten. Ik miste alleen extra chocolaatjes. Zo, het is zondagmiddag en zondagmiddag is altijd de meest rustige tijd in Taizee. Ongeveer aan het eind van de ochtend vertrekt iedereen aan het eind van de week, zeg maar. En aan het eind van de middag komen de mensen voor de nieuwe week. Maar wij blijven tot met maandag, dus wij zijn er nu. En dan merk je opeens dat het gewoon heel erg rustig is. Waar er gisteren echt de hele keuken vol stond met 8 rijen aan eten uitdelen, staat er nu maar 1 rij voor de lunch. Dus het is rustig. Weet je dat zeker? Ja. Dat je een sinaasappel daar wil snijden terwijl je kussen hier ligt? Ja, maar ik ga hem ook niet boven mijn kussen snijden. Nee, maar het spritst er altijd uit. Dat jij dat zou doen. Ik ben een boek aan het lezen, jongens. Oh. Uh-oh. Thijs snijdt een sinaasappel. Wow. Die zit mijn hele zak in de stoel. En je hele kussen. Nee. En de hele grond. Ja, dat is wel. There will be wasps here any minute. Een mezel. Ik ga een boekje lezen. Nee? Ik ga mijn boekje lezen, jongens. Oké. Okay. Veel plezier met lezen, Armiel. Dankjewel. Veel plezier met jouw orange. Dankjewel. Chilling boys. Living the good life. Living the good life. Move. We gaan weer uitdelen, jongens. En het eten is aardappelpuree en salami en koekje en mandarijn en water en lepel en kaasje. Wat? Wow. We hebben thee gehaald, Thijs en ik. Er zijn echt nog maar 20 mensen in heel Taizee vergeleken met de 2.500 die er gisteren waren. That's sad. En daar gaat het om. Precies. Ik laat hem even aanstaan voor als je nog iets wil zeggen. We hebben een nieuwe kamer. We hebben een nieuwe kamer. Taizee is gewoon uitgestorven. Het is zo vreemd. In gisteren bij de kerkdienst zie je 2.500 mensen. Nu zie je gewoon, in totaal iets van 15 mensen, denk ik. En net waren er nog 40 bij het theemoment misschien. Dit is echt apart. Dit is absurd. Zijn er nog leuke messages? Het is wel een beetje een zusbericht. Oh, wat interessant. Dus, dat is wel interessant. En dit is? Dit is een bericht uit Nederland. Ja, die had ik gezien. Dear Sweeties. Swifties. Oh, Swifties. Lol, iemand heeft hier een berichtje en daar staat please leave voor august 2024. En dat is over een maand of 3. Als wij hier komen, is dit weg. Ja, ja. Heeft ze gewoon iets aan zichzelf geschreven voor over een paar maanden? Of ze heeft iets van een vriendin geschreven die hierheen komt, denk ik. Ja, zou goed kunnen. Wat gaaf. Ja, ik kan het wel weer terug. Moeilijk handschrift. Iemand die vraagt om een lift naar Parijs. Nou, grappig. Cool. Het is de hele tijd lekker weer. En nu regent het in Taizee. Ja, maar nu is het toch weer droog. Sst. Gaat regenen. Ik ben aan het lezen. Thijs ook. En het begint nu naast de regen ook te onweren. En hard te waaien trouwens, het wordt koud. Ik heb een idee, maar je gaat het niet leuk vinden. Oké. Okay. We kunnen onze jassen nu pakken. Ja. Of we kunnen ze pakken als het stortregent. Ja,
Ja, Aldo kreeg allebei als een hoofd. Ik zat ernaar uit. Moet ik dat nu beslissen voor de camera? Weg met die camera. Ik laat straks wel even weten wat hij is besloot. Het was optie 3. Hermen gaat in zijn eentje de jas halen. Better safe than sorry. Better dead than regret. Thank you. No problem. En we eten een lekker soepje met 2 yoghurtjes, een sinaasappel die ik nog even moet bedenken hoe ik die ga eten. 3 broodjes, 2 koekjes, heerlijk. En daar zien we niemand minder dan Thijs met een extra toetje. Thijs, vertel eens over je extra toetje. Fromage blanc soep. Oké. En hier is de kleinschalige Thijs 1 meeting. Dit is Thijs en iedereen die hier zit, is iedereen die op dit moment op Thijs 1 is. En dat is weinig. Daar is het extra eten. Extra eten? Dan komt er hier anders een auto naar de keuken. Dat is echt heel eng. Dat is echt heel eng. Nee, dan moet je wel even wachten tot hij aanstaat. Mag de camera aan? Ja, hij staat aan. Oh, oké, mooi. Snack de Jack, het eten is op.